Dames en heren, welkom vanuit Sporthal Leidseveen, waar de derde editie van het IJT Adidas Judo Toernooi plaatsvindt. Dit is dag 2. Mijn naam is Savio Berghuis en achter de schermen Ben Schuurman. Een meetmoment voor de min 18, dus dat belooft veel hier vanuit Sporthal Leidseveen. We gaan nu naar binnen, tot zo. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerwerk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht, om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikkie stoken, voor al die autobanden rook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die oude naar ADO willen kijken. Ik sta hier met zaalwacht Peter Simon de Lange. Peter, hou je een beetje tegen je als zaalwacht? Ik hoop het wel. Ja. Nee, het gaat allemaal goed. Alle mensen die geen bandje hebben of geen weegkaartje hebben, die moeten allemaal terug. En de rest moet gewoon tribune op. Dus je hebt wel naar je zin hier? We hebben fantastisch naar ons zin. Ik denk iedereen. Het is natuurlijk de derde editie van dit toernooi. Is het succesvol volgens jou? Buitengewoon succesvol. Zelfs de wethouder is komen kijken. Die gaan we zo ook even ondervragen. Iedereen heeft naar zijn zin en we hebben een hoop publiek. Heel veel gele truitjes van ons allemaal. Buitengewoon veel vrijwilligers. 1400 deelnemers, dus ik denk dat het groot succes is geweest. Dat is niet niks, hè? Nou, heel veel. Veel plezier vandaag nog. Dankjewel, hetzelfde. Dames en heren, welkom vanuit de kleedkamer hier bij het toernooi in Sporthal Leidseveen. Er is iemand hier ook in deze kleedkamer, daar ga ik naartoe. Simon Katarina, Simon, hoe gaat ie? Lekker man. Gaat goed? Ja, zeker. Wat ga je eigenlijk niet doen dit weekend hier? Prijs uitreiken. Onze gasten aanmoedigen, verder niks. Lekker man. Ja, lekker niks doen toch? Lekker wat eten zo. Je bent overgestapt naar een ander gewicht of nog in een min 90? Nee, min 100. Ik heb een paar muntjes net gevraagd. Kan ik lekker eten straks. Dus, ja. Lekker genieten dit weekend. Zo, zeker. Veel plezier. Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. Ik sta hier naast Camille Roskamp, zojuist brons veroverd op het IJT. Camille, fantastisch toch? Ja, het is echt een fantastisch gevoel. Heerlijk om goed je seizoen te starten. Dus erg mooi. En nu kan je natuurlijk ook op Europees succes gaan jagen. Ja, de volgende Europacups moet ik dan, meetmomenten moet ik dan nog goed presteren en dan gaan we het zien. En hoe verliep je dag, de wedstrijden? Nou, het begon erg zwaar. Die won ik in de laatste seconde. En daarna kwam ik steeds meer op vorm en toen maakte ik nog mooie puntjes. En hoe verliep de wedstrijd om brons? De wedstrijd om brons die verliep vlekkeloos. Snelle start, gelijk het pond, dus erg mooi. Gefeliciteerd en geniet ervan. Dankjewel. Ja, dames en heren, ik sta hier met Jay Smith, Jay Aconda. Eerste plek behaald op het internationale residentietoernooi. Jay, wat gaat er nu door je heen? Ja, echt, ik had zoveel spanning en ik stond echt stil van, ik kon helemaal niks. Maar nu is echt gewoon, alles valt van me af, echt een heerlijk gevoel. Ja, echt super blij. Een van de mooiste dagen uit je judo leven, denk ik zo. Ja, zeker, zeker. Ik ben echt trots op mezelf. Ja. De finale was zo leuk, hè. Wat een wedstrijd.
Ja, het ging echt goed. Ja, we goede dominant strategie had ik een piece doorgenomen. Aan de plan gehouden en toen ging het goed. Lijkt wel een tomaat. Hey, rustig! Ja, dames en heren, ik zit hier met trainercoach Vincent Krijgsman. Ja, Vin, wat een weekend. Wat een fantastisch weekend. Wat een geweldig judo gezien. Voor onze eigen jongens fantastisch gejudo'd. Mooie resultaten gehaald. En ik denk dat het einde van het toernooi met natuurlijk die Jay Smith die even nog het toernooi wint. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Hey. Jay Akonda, wat een ventje. Potverdikkie, wat een mannetje. Hij flikkert hem gewoon. Hij wint voor jongens waar hij nog nooit van hebben gewonnen. Hij haalt iedereen eraf. En om een fantastisch judo ook. Dus apetrots. Derde editie is hierbij nabij, jongens. De laatste woorden. Vincent Krijgsman. Over het algemeen natuurlijk een fantastisch toernooi. En we groeien. Maar... En waar houdt het ooit nog eens op, dit succes? Ja, ik ben van mening dat we misschien ervoor moeten kiezen om de min 10 er misschien van af te halen. Om ervoor te zorgen dat het toernooi nog groter kan worden bij de andere leeftijden. Zeker in deze zaal, want hier kan je gewoon niet verder groeien dan wat we dit weekend hebben gedaan. We hebben natuurlijk gisteravond op 10 uur gejudood. Het is nu alweer 6:30. Dus voller kan je niet. En ik denk dat we totdat we naar het Zuiderpark gaan dadelijk, dat we gewoon in het Zuiderpark misschien weer wel de min 10 en misschien de min 8 erbij. Maar voor nu misschien even in deze zaal om verder te groeien, min 10 eraf. En dan zorgen dat het gewoon nog sterker wordt dan dat het al is. Ik wil je bedanken. Ik jou ook. Dankjewel, Vin. Oké, LugiënTV.nl. Ja, dames en heren, het is afgelopen. We bouwen af hier in Sporthal Leidseveen. Een fantastisch weekend, de derde editie. En we gaan er vandoor. Tot volgend jaar en bedankt voor het kijken. Mijn naam is Savin Berghuis en ik wil mijn cameraman bedanken, Ben Schuurman, voor de moeite en voor de goede kwaliteit. Tot volgend jaar en veel plezier.